Kinderen moesten zich ten tijde van de wederopbouw vermaken zonder televisie, computer, tablets of telefoon. Maar dat ging ze heel goed af. Want eigenlijk heb je als kind niet veel nodig om lekker te kunnen spelen. In Horstland en Veldkamp waren ze dan ook vaak buiten te vinden. De wijk was toen nog lang niet zo netjes en aangehaakt als nu. Een van mijn oudste herinneringen is toch wel achter thuis hier, dat ik met mijn driewieler altijd speelde. Dan had ik een heel stratenplan getekend, met onder andere een garage. En dan moest ik netjes achterin parkeren en dan kon je weer verder rijden. Er waren braakliggende veldjes en andere plekken. Bijna half vuilnisbelten, waar kinderen ondeugende streken konden uithalen. Dit was zo de ingang naar de veiling, waar we altijd speelden en kattenkwaad uithaalden, maar dingen deden die we niet mochten. Als we naar de veiling gingen om te spelen, ja, dan kwamen we natuurlijk ook bij Haltkamp, hè, die garage daarachter. Dat vond ik heel interessant. En daarachter liep een sloot, daar werd alle oude olie en afgewerkte olie werd daarin gedumpt. En daar ben ik een keer in een boom geklommen en toen eruit gevallen in die sloot, helemaal onder de olie. Nou ja, dan kom je thuis helemaal zwart, mijn moeder over de rooi natuurlijk. Ik wil niet meer dat jullie op die veiling komen. Ja, we gingen toch weer naartoe, want ja, dat was een soort vrijplaats. Daar kon je kattenkwaad uithalen. Dat werd je niet gezien. Ik ben natuurlijk wel vaak eens op mijn donder gehad van mijn vader, maar als je dus in de kolen, daar mocht ik natuurlijk nooit inkomen. Ik mocht tegen die bult ook niet oplopen. Maar niet omdat ik dan smerig werd, maar omdat de kolen kapot werden getrapt. Bij Zanders, daar had je zo'n hele hoge kraan, hè, met zo'n zijarm. En daar, op zaterdagmiddag was daar niks te doen. Dus dan klommen wij er helemaal bovenin. En dan zelfs gingen we tot helemaal aan de punt van die kraan. Ik moet er nou niet aan denken. Levensgevaarlijk. Hier, daar stond vroeger het huis van Piet Lauwers. En daar was de buurman van ons. En de buurman die had een houten been. En als wij ons dan verveelden, dan wisten we dat de buurman wel 3, 4 van die houten been en zo bij de voordeur had staan. En dan gingen we met een dikke stok door de brievenbus heen en gooien we al die houten benen gooien we om. En dan wij maar rennen naar de garage heen en dan zei mijn vader altijd, oh, hebben jullie weer wat gedaan? En dan kwam later jouw opa eraan en die zei van, oh jongens, dat kan toch niet. Direct na de oorlog had je niet zoveel materialen die in de winkel kon komen waar je mee weer speelde en zo. En hij hier naar die handige vader had, die maakte van een paar stokken met van die blokken hout eraan. En dan kon je hoger, hè. En dat was steltlopen. Stoepkanten en tollen deden we ook heel veel. Dat kon goed dus met de tol tussen de stenen. En dan gingen we tollen en rolschaatsen natuurlijk. Touwtjes springen. Elastiek springen. Ook 's winters speelden ze buiten. Ze deden spelletjes die, op zijn zachtst gezegd, lang niet altijd veilig of verstandig waren. Maar spannend was het wel. Scholletje springen. Dan weet je, vanaf de kant sprong je dus op, of vanaf het ijs liep, geloof ik, sprong je dus op het ijs vlak bij de kant en dan sprong je op de kant. Sneeuwballen gooien, sneeuwballengevecht. We maakten een muurtje, zoveel sneeuw was er wel. En daar kon je dan achter gaan zitten en dan elkaar lekker bekogelen met sneeuwballen. En als er dan gesneeuwd had, en dan stonden de kinderen al te wachten bij mijn vader. En dan zo 5, 6, 7 sleetjes achter de auto. En dan hier de Janningsweg uit. En dan kon hij hier op de singel een hele snelle bocht maken. Dat dus die sleetjes allemaal echt rondging. En dan maar proberen om al die kinderen eraf te krijgen. Ja, als kind hadden we natuurlijk hier, vanwege die mooie allee die we hadden van die eikenbomen, in de herfst ontzettend veel blad. En dat gebruiken we natuurlijk als kinderen om dan wat woningetjes van te maken. En zeg maar zoals vadertje en moedertje soort spelen. En iedereen kreeg dan zo'n kamer aangewezen. En dan ging je bij elkaar op bezoek en zo. En kon je koffie drinken en thee drinken en dan werd er wat gebabbeld. Nou, en dan van de aardappelkistjes, daar maken we een huisje van, een muurtje, de keuken, de kamer. En dan mochten we van mijn vader veel bladeren bij elkaar doen. En dan deed hij er een beetje benzine op en wij aardappels erin en dan aten we die op. Ja, dat was echt heel mooi. Dan had je een plof. Dan neem je een stuk vlierhout, meen ik geloof ik, dat kon je dan uithollen.
En dan nam je een kleine dunnere stok die daar doorheen paste. En dan moest je goed kouwen op de voorkant, dat je een kwast had. En dan kon die erin en dan nam je een eikel. Die deed je door tweeën, beet je door tweeën. En aan de voorkant een helft erin en aan de achterkant een helft erin. En dan kijken, zoeken wie je te pakken kon nemen. Nou, woef! Nou, hier liep vroeger een spoorlijn. En dan kwamen van beide kanten kwamen dat treinen. En als hij van die kant kwam en hij stond dan stil hier voor de overweg, dan sprongen wij daarop. En dan zeker tegen de tijd van oude jaren kon je van die knalkurkpistolen kopen met knalkurken. En dan speelden we Wild West. Dat was natuurlijk helemaal echt op zo'n rijdende trein, heel naar elkaar schieten. En dan sprongen we een eind verder, sprongen we eraf bij de veiling. Tot daar een keer een politieauto op ons stond te wachten. En toen zijn we met z'n vier in de kraag gepakt, in de auto, hup, naar het politiebureau. En toen de politie dat kwam melden bij mijn vader in de zaak, zei hij, nou, hou ze maar mooi een poosje daar, want daar hebben wij er geen last van. Nou, hier had je dus een hele grote muur en dat was dus de garage van mijn vader, waar die repareerde, had je hier. En daar waren allemaal ramen. En die waren wel eens kapot, die ramen. En maar eentje liet mijn vader nooit repareren, want als de buren het fruit allemaal echt mooi hadden, en dan wouden wij dat graag stelen, zul je eigenlijk wel zeggen. En dan had mijn vader, die bracht ons weer de garage in door die kapotte ruit. En dat duurde 10 minuten en dan kwam de buurvrouw eraan. En dan zei ze, Holtkamp, je kinderen die zijn er weer. En dan deed mijn vader net of hij dat niet wist. En dan zei hij, oh, wat is het toch? Nou, een half uur later, als wij weer eruit waren gehaald, dan hielp hij ons weer erin. En dan konden we weer heerlijk fruit meenemen. Ook de wat oudere kinderen verzamelden zich in groepjes op straat. Het was dé manier om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en van elkaar te leren. Dit is een hele mooie plek voor mij. En ik denk voor heel velen. Daar gingen wij na het eten, als je om 6 uur het eten op had, dan ging je naar buiten. En dan stonden ze hier allemaal in een rondje sigaretjes te roken. Ook mijn eerste sigaretje heb ik hier stiekem zitten roken. Dus je had hier een hele meute bij elkaar. En heel gezellig. En dan was ik gewoon, vond ik het heel vervelend dat Mimou uit het raam schreeuwde van Karel, nou moet je thuis komen. Ja, dat wou ik natuurlijk niet, hè. Weet je, het verschil tussen die veilige 50 jaren en de 60e, waar het al een beetje begon met beatmuziek, en de 70e jaren. In die zin was dat wel even een schok voor de ouders natuurlijk. Hè, dat we van lieve jongetjes en meisjes, hè, Maria en Didi en jij dan en ik, opeens geconfronteerd werden met de Beatles en de Stones. Mini-rocken. Henna haar, hè. Ja. Didi, de oudste, die werd van school afgemieterd omdat ze te korte rokken had. En ik kreeg mijn broek met wijde pijpen niet in de overal op de ambachtsschool. Want die overal die was niet gebouwd op een broek met wijde pijpen in de tijd. Dus dat gaf nog wel wat conflicten. Ja. Ja. Ook thuis, hè? Wel een beetje. Hè? Trouwens, moeder was gek op de Beatles, hè? Ja, en jij? En jij? De Kinks. Horst Landenveldkamp heeft een rijk muziekverleden. Zo heeft aan het begin van de vorige eeuw Albert Einstein ooit viool gespeeld bij een tandarts in de Bisschopstraat. Dat met paas een drumband de Veldkamp door de straten marcheert, zal niemand ontgaan zijn. En dokter Eigelaar kan nog steeds laten zien dat zijn woonhuis ooit een muziekschool was. Er veranderde veel in de jaren 60 op muziekgebied. Dat was met oud en nieuw. De zoon de Beatles op de televisie kwam. En mijn broer die was toen net in die leeftijd dat gek van de Beatles. En toen moest er een andere zender, want dat kwam niet op de Nederlandse zender. En dan moest mijn vader met mijn broer boven op dak om dat aan te sluiten. Midden in de winter. Ja, dat kan ik als kind ook wel goed herinneren. Daar is je boven, ik sliep op zolder. En als het zomer was, hadden ze buiten bij Hamming ook een terras.
En daar werd dan met zo'n grote luidspreker die op, waarschijnlijk op de jukebox werd aangesloten of zo. Die speelde de hele nacht tot 's avonds laat. Speelde dus het lied van Laila. Ik weet niet meer of ik nou precies de goede titel heb, maar... Oh, 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 die Laila ging dat volgens mij. Bij alle uitgaansgelegenheden kon ook gedanst worden. Hotel Modern aan de Parkweg had ook een hippe verlichte dansvloer. Vooral de jongens gingen ook zelf muziek maken. Inspiratie vonden ze vrijwel overal. Enschede was in de 50e jaren, en vooral deze wijk, was een middenstanderswijk. Er woonden eigenlijk wel niet zo heel veel arbeiders. Heel veel vriendjes waar ik mee omging waren ook middenstanderskinderen. En dit volkspark hier, dat vond ik altijd heel interessant, want daar kwamen de kermissen en het circus. En altijd als er werd opgebouwd, was ik daar te vinden. Want op weg naar school, naar de Prinsenschool en de Kortenaarschool, daar kon je mooi even over het volkspark gaan. En dat vond ik een enorm boeiend gebeuren, dat reizende bestaan van die kermismensen en die circusmensen. En dat is misschien ook wel een beetje mijn fascinatie voor die muziek mee begonnen. En op hele jonge leeftijd hebben we al drumbands gevormd. Je had toen heel veel wandelclubs en drumbands en zo. En als, iedere keer met festiviteiten, dan was er wel weer een drumband. En ik mocht daar niet bij van mijn ouders. Maar dan verzon je zelf iets met een koekblik van een buurman, een banketbakker. Ik heb op een bepaald moment een soort gitaar, een ukulele gebouwd met elastiekjes. Nou, toen kreeg ik voor Sinterklaas inderdaad een ukulele. En daarmee had ik mijn eerste bandje ook al meteen te pakken. Met ook een paar jongens uit de buurt en een paar bij mij van school. En sommige daarvan die zijn later ook nog weer opgedoken in textielbeat bands. Ik ging destijds naar de Jan Vermeer Rulo. En jongens bij mij uit de klas en van dezelfde school, andere klas, hadden het idee om ook maar net als de Beatles en de Stones een band te beginnen. En dat resulteerde in het feit dat we hier dus gingen repeteren in de werkplaats. Met z'n vieren, ja. Hier, kijk, Nijhoff, Gerrit. Ja, Nijhoff. Bandjes repeteren hier. Even kijken. Hier repeteerde de Chains met Jan als zanger. Tenminste, voor zover hij zong. 1965. Als je goed luistert, dan hoor je ze nog. De Chains. Ja, leuke tijd, hè? Ik was de zanger. En dat ging zo goed dat ik al vrij snel het veld mocht ruimen. Dus, maar goed, we zijn begonnen als de Hun. Maar omdat er ook een andere band was in Enschede en die heette ook de Hun, hebben wij de naam veranderd in de Chains. Hoe kwam dat? De drummer, onze drummer, Koos Wiekenkamp, die zag bij het oude ijzer zag die kettingen liggen. En die dacht, hey, de Chains, dat is misschien wel een mooie naam voor de band. En dat was aanvankelijk de Rusted Chains. Maar Rusted is er afgehaald en toen was het alleen nog de Chains. Nou, en dan inmiddels kom ik in de jaren 60 en dan word ik gevraagd door de Ronald Four. Dat is een band uit die tijd, net als de Chains. Chains waren ook vrienden van ons trouwens. En die repeteerden tegenover ons. Maar ik mocht van mijn ouders niet in die band spelen, want dat was voor middenstandskinderen was dat toch een beetje ordinair, popmuziek en zo. Ik had een klassiek pianoles en mijn ouders waren bij de operettevereniging. En dat was cultuur, maar die popmuziek, dat was maar geschreeuw en geblair. Maar ja, ik vond dat wel mooi. En dat was natuurlijk ook, daar kon je populair worden bij de meisjes. Dus dat wou ik ook wel. Met mijn Mozart kon ik daar niet zoveel bereiken. Mijn broer was de zanger van de Hun en die deed dan altijd repeteren bij ons in huis. Maar er was voor de deur ook altijd feest bij ons, hè? Want allemaal die jonge grietjes, die waren allemaal gek van de Hun. Dat mijn moeder op een gegeven moment naar buiten is staat en zei van, wegwezen hier voor de deur. Dus ik ging stiekem in die band spelen.
En dat was wel heel ingewikkeld, want ja, omdat we een zaak hadden, als we dan ergens in de buurt speelden, dan keek ik het publiek rond en dan dacht ik, oh wacht, die komt bij ons in de winkel, die komt in de winkel. En dan ging ik in de pauze er even naartoe. Je moet even luisteren, want je ziet me nu hier wel spelen, maar heb het er vooral niet over bij ons in de winkel. Want mijn ouders zien dat liever niet. En op een bepaald moment werd die band steeds meer optredens. En we hadden een echte manager, Jan Pater. Die kon niks spelen, dus daar werd die manager. Dat ging vaak zo. En die vond dat we promotiemateriaal moesten hebben, foto's. Ja, als ik op zo'n foto's te zien zou zijn, dan was ik onmiddellijk door de mand gevallen natuurlijk, als mijn ouders dat in de handen kregen. Dus iemand van onze band, Ron, die verzond van, we laten ons tekenen. Hij had een kennis die heel goed kon tekenen. En dan kreeg ik een ringbaardje om. En daarmee was ik dan onherkenbaar en kon toch reclame worden gemaakt voor die band. Ik heb 2 jaar illegaal in die band gespeeld. En het 3e jaar heb ik het maar verteld, maar toen kregen we ook steeds meer optredens in Duitsland. Dus toen kon ik, ja, dat was onmogelijk om iedere keer smoes te verzinnen om een heel weekend naar Duitsland te kunnen reizen. Gert Timmerman woonde op Patmos. In de Janningsweg stond de wieg van cabaretier 9. Henk Elsink. Thuis van cabaretier Henk Elsink. Kijk, hier hoor ik voor de eerste keer jazzmuziek. Door de broer van Henk Elsink. Jan Elsink. Ja. Trombone. Oh nee, zo hè. Dit is trombone. Janningsweg, Enschede. Ja, nog nooit jazz gehoord? Nog nooit? Dat was de eerste keer. En sindsdien, Hoeks, Miles Davis, Chet Baker, noem ze maar op. Henk heeft hier dus zijn jeugd doorgebracht en hij is hier dus muziek gaan spelen samen met zijn broer Jan. En toen ze dus behoorlijk bekend waren en al een paar zijn verdiend hadden, toen is Henk verhuisd naar Baren, naar de Beaufortlaan. En een aantal jaren later heeft hij zijn moeder opgehaald met zijn verdiende Rolls Royce. Toen zijn ze nog even bij ons geweest bij de werkplaats. En toen hebben we even afscheid genomen van zijn moeder en van Henk. Dat was de laatste keer dat ik hem gezien heb. De 50e jaren en 60e jaren was toch een ontdekkingsreis, denk ik. Een ontdekkingsreis van wat is er eigenlijk allemaal te doen in de wereld. Wat zijn de mogelijkheden? En elke keer als je dus ergens wat bereikt hebt, lag er weer ergens een toekomst voor die je ook weer kunt bereiken. Ik denk soms met heimwee terug aan de jaren 50 in de Veldkamp. Mijn ouders waren heel liefdevol. De buurt was een vrij hechte gemeenschap. En de school was in de straat. En de dagen werden gevuld met voetballen in de straat, rolschaatsen. Het sparen van kogelplaatjes en hula-hoepen. Kortom, voor een jochie als ik was het gewoon een soort lekker land. En bovendien hadden we het gevoel dat we onsterfelijk waren. En zo werd er op allerlei manieren afscheid genomen van een unieke periode in de geschiedenis. Een periode waarin Horstlandenveldkamp werd opgebouwd op de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog. En waarin de wijk, net als de rest van Nederland, langzaam maar zeker rijker werd dan de meeste mensen ooit voor mogelijk hadden gehouden.